Mijn eerste gast hangt inmiddels met zijn werk niet alleen boven de bank, maar ook in de grote Nederlandse musea. Kunstenaar Casper Vaassen is hot. En vandaag is hij hier. Casper, ik vind het hartstikke leuk dat jij in onze eerste uitzending bent. Leuk om hier te zijn. Ja, de populariteit is hemelhoog. Zelf een idee van hoe dat komt eigenlijk? Nee, nou, ik vind het zelf ook wel eens een beetje gek om te zien en te merken dat het zo gedragen wordt. Ik probeer mooie dingen te maken en dan probeer ik zoveel mogelijk te laten zien. En dat gaat goed, ja. Wat we zien is dat je ook verschillende concepten aandurft. Dat hebben we gezien aan projecten zoals Stadsgezichten enzovoort. Je probeert nieuwe dingen uit. Hoe ziet 2015 voor jou eruit? Nou, tot de zomer is het vrij druk. Ik heb twee fotobeurzen, Londen, Stockholm. Ik heb mijn solo-expositie in april. Ik wil Stadsgezichten blijven maken. Ik wil dat Stadsgezichtenproject wil ik eigenlijk rondmaken, zodat er een groot overzicht komt. Met, ik denk, 10 stadgezichten. Wat voor steden zijn er nog meer die belangstelling hebben getoond? Nou, ik ben nu met Nijmegen bezig. Dordrecht heb ik net gedaan. En Rotterdam ben ik aan het fotograferen. Nijmegen wordt nu gedrukt. En we zijn met Valkhof aan het kijken of we daar een mooie presentatie kunnen. Want er is goed verkocht ook, hè? De stadsgezichten zijn in no time uitverkocht. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Jans in de Lakenhal inmiddels. Lakenhal heeft het aangekocht, ja. Het hangt er nog niet. Ze hebben het aangekocht. Maar zij willen het graag in langdurige gebruikleiding geven aan het stadhuis. Dus dan komt het tegenover de ingang te hangen in Leiden. En dat is wel een hele mooie plek waar iedereen het dan kan bekijken. Nou is er een nieuw project, wat ook technisch nogal ingewikkeld is. Dat heeft te maken met craquelé. Ik weet er niet veel van, maar je hebt ook al op de pan gehangen daarmee. En er is een hele bijzondere samenwerking ontstaan met Ilja Pfeiffer. Ja, ik werk in mijn fotografie. Ik probeer een beeld te bevriezen waar je nog niet helemaal ziet concreet wie het is, wat het is, het onderwerp. Probeer een soort extra laag tussen kijker en onderwerp te maken. Dat kan zijn met glas en bladgoud in de achtergrond, maar dat kan ook zijn door een soort matglazen wand en daar craquelé overheen. Dus een schilderkunstige techniek over de foto, dat vind ik altijd leuk om te gebruiken. En op een bepaald moment hoorde ik Ilja zijn laatste sonnet oplezen bij Pauw. Hij gaat een poëzieweek geschenk maken voor 2015. Dat is eind januari, komt dat poëzieweek gratis te verkrijgen bij een poëziebundel in de boekhandel. En ik ben met die werken bezig, dezelfde thematiek, het gemis, verlangen naar het moment dat je nog niet helemaal wist wat het was, het concrete. Dus je hebt het boekje meegenomen, hè? Ja. Dus ik stuur Ilja op een gegeven moment dat beeld dat ik heb gemaakt en hij antwoordt daar heel uitgebreid op met ja, dat was het enige. Toen ging er 2 weken overheen. Want het is eigenlijk een soort perfect match, was het, hè? Jij in beeld en hij in tekst. En dat... Ja, kijk, we zien elkaar vaak en drinken biertjes en rumcola en dan hebben we het over voetbal en de wereldproblematiek. Maar uiteindelijk komt er toch iets moois uit? Komt er dan toch? Heel af en toe gaat het dan ook over werk en ineens blijkt dat je met hetzelfde thema bezig bent. En toen hoorde ik dat het op de omslag komt voor de Poëzieweek geschenk, wat natuurlijk voor mij fantastisch is. En, ja, dus het mooie combi, mooi beeld. Ja, en dan... Ik weet niet welke camera het pakt, maar het is ook nog in beeld te zien straks. Ja. En je had ook nog een bijzonder project meegenomen als vervolg daarop. Nou ja, kijk, je kan natuurlijk niet laten om dan ook iets mooi kleins bibliofiels te maken in een beperkte oplage als je zo'n mooi project samen aan het doen bent. Dus we hebben twee lijstjes die ruglinks straks gebonden worden. Dit is dan uit de hand gezet bij zo'n mooie oude drukkerij. Mosterd en Van Wonderen, heerlijk zo uit het lood. En dan als je hem openmaakt, zit hier zit dan het... Het is nog een dummy, dus we zijn nog bezig. Het is allemaal embargo, maar het eigenlijk nog niet laten zien. Nee. Eind januari gaan we ermee. Ja, we zijn gek op nieuwtjes in leven. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, dus hier zie je dat craquelé ook, waar ik het net over had. Dus het is fotografie en daaroverheen een schilderkunstige laag van vergankelijkheid. Een bewust gebarste toplaag is het eigenlijk, hè? Ja, het contrast tussen schoonheid en vergankelijkheid, het mooie achter een waas en... schilderkunstige techniek, dat zijn thema's waar ik mee bezig ben. Ja. Geweldig, bedankt dat je het wilde laten zien. Casper Vaassen bij ons als eerste gast, dankjewel en veel succes in 2015.